Simon. Er is maar één manier waarop je dat kunt vermijden. Ik heb die ring. Doe met me naar bed te gaan. Ik ben Benjamin Bruining en ik speel Simon Boetselaar. Als ik een intieme scène heb, dan is mijn grootste zorg eigenlijk altijd mijn tegenspeler. Meestal is een vrouw, waar ik toch mijn meeste intieme scènes mee heb, ook gevoelsmatig in een kwetsbare positie. Dus dan maak ik me altijd zorgen of de tegenspeler in kwestie zich wel veilig en prettig voelt, voor zover dat mogelijk is, want echt leuk is het nooit. Ik ben Marcuse Hamer, ik ben acteur en intimiteitscoördinator. Een intimiteitscoördinator is iemand die intieme scènes begeleidt en choreografeert en daarbij helpt. We vergelijken het heel vaak met een stuntcoördinator. Dus wat een stuntcoördinator doet met vechtscènes, dat doet een intimiteitscoördinator bij intieme scènes. Wat ik eerst doe is de regisseur spreken. Hoe wil je dat het eruit ziet? Wat wil je ermee vertellen? Waarom hebben de personages seks? Dan spreek ik de acteurs, ook ieder apart. Wat wil die? Wat wil die wel en niet in beeld? En wat wil die vertellen? Waarom doe ik dit apart van elkaar? Omdat je met een regisseur kan je een hele goede, fijne vertrouwensband hebben, maar soms durven acteurs ook niet helemaal eerlijk te zijn of helemaal alles te zeggen wat ze wel of niet durven. Dus daarom ben ik er om die angel er zeg maar uit te halen. En als er dan iets wordt gezegd wat iemand niet wil doen of wat iemand niet durft, dan kan ik daar een creatieve oplossing voor bedenken om de scène toch te laten zijn wat die moet zijn voor de regisseur. Dan gaan we repeteren met z'n allen, dus ook vaak is daar ook de camerapersoon bij. Dan zetten we de scène in de grondverf, zeg maar. En dan ben ik er ook op set bij, zoals vandaag, om te ondersteunen. In de ring zit een verkrachtingsscène en daarbij letten we heel erg op dat dat extra kwetsbaar kan zijn voor acteurs, maar ook voor crew, want die moet er naar kijken. Dat kan ook intens zijn. Ik vind het heel fijn dat er tegenwoordig eigenlijk bijna altijd een intimiteitscoördinator op de set is, als de scènes daarom vragen. Omdat eigenlijk de kans dat iemand zich onprettig of onveilig voelt op de set echt geminimaliseerd wordt. En dat was toch denk ik een beetje een blinde vlek in het verleden. Voordat er intimiteitscoördinatie was, werd er soms ook gewoon gezegd, nou ja, doe maar, kijk maar wat er gebeurt. En dat is juist bij verkrachtingsscènes wat je niet wil. Want je wil gewoon duidelijk weten wat je moet doen en wat er gaat gebeuren. Wat we vaak vergeten is dat je lichaam niet weet dat je acteur bent. Dus het is ook heel erg fijn om daarbij te helpen bij dat weer los te laten. Dus om die knop om te zetten en te kunnen zeggen, oké, we hebben het gedaan, het staat erop, ik hoef dit nooit meer te doen. En het samen af te sluiten. Dat is ook iets wat we tot nu toe eigenlijk altijd oversloegen. En maar gewoon doorgingen. Oké, volgende scène, let's go. En dan zat je nog met al die gevoelens. Dat is ook met een achtervolgingsscène, heb je allemaal adrenaline aangemaakt. Dus niet per se alleen met intieme scènes. Maar dat is, vind ik ook heel fijn, dat we ons steeds bewuster worden van, oh ja, we mogen, ook al duurt het een minuutje, we mogen wel heel even zo het loslaten en naar het volgende. Als je het goed afspreekt en ieders grenzen bewaakt en zo, dan kan dat in ieder geval zo prettig mogelijk, kan je dat filmen. En dat is toch de bedoeling, dat we elkaar kunnen blijven respecteren en prettig laten voelen.